Eline zag het meteen zien zitten. Een passionele nacht met de jongen waar ze sinds kort elke dag mee werkt. Vincent heet hij. Hij is topmodel en heeft de meest indringende, veelbelovende ogen die ze ooit in haar leven al heeft gezien. Maar daar draait het bij Eline niet om. Oké, het doet geen pijn om hem op een catwalk te zien schitteren in de laatste collectie van Dolce & Gabbana. Je zou wel gek moeten zijn als je dat geen sexy zicht zou vinden. Maar het draait hem om iets helemaal anders. Eline ziet zichzelf in Vincent, als ze naar hem staart. Aan mijn mijn. Maar het is alleen vriendschap, toch? Zo ziet Vincent het, daar is Eline zeker van. Dus zal ze voor eeuwig zwijgen over haar gevoelens. Ze zal zijn goede collega zijn, misschien wel een beste vriendin, ooit. En intussen zal ze blijven genieten van hem. Elke dag zo intiem bij haar, zittend in de zetel. En af en toe zal ze hem aanraken. Toevallig. Toevallig. Niet zo toevallig. Je ziet een beetje rood ook. Het is fictie, nee? Hè? Het is fictie. Ja. Alleen denk ik. Maar het is fictie. Maar het is wel een mooi verhaal. Mooi en spannend, hè? Want inderdaad. Wat gaat er nu gebeuren? Hoe gaat het eindigen? Goed gedaan. Een applaus voor Sylvia.